De scheidende districtscommissaris van Paramaribo Zuidwest, Remy Polak, blikt tevreden terug op zijn periode als burgervader. Hij heeft ongeveer 4 jaar in deze functie gediend en is vooral te spreken over het grofvuilproject dat hij heeft uitgevoerd in Latour en omgeving. Echter is niet alles gegaan zoals Polak dat had gewild. Hij zou graag een aantal sportvelden willen inzetten in zijn werkgebied. Echter is dit streven niet gelukt. Het ligt eraan dat je geen vrij domein kan vinden. Toch? Dat je geen vrij domein kan vinden. Latour, kinderrijk buurt. Toch? Wintiwai. Maar je gaat zoeken, zijn de percelen van mensen. Toch? Dus dat heb ik niet kunnen realiseren. Waar ik kon helpen, geholpen ben in Spark, heb je een nieuw voetbalveld opgezet. Je hebt je krachten gegeven, je hebt pond buiten, heb je iets gedaan. Je hebt op highway daar iets gedaan. Dus je bent op zoek gegaan naar land, vrij domein, om een sportveld die kinderen op te zetten. Maar dat was moeilijk te vinden, vandaar dat die missie niet helemaal gelukt is. Polak ziet zichzelf nu graag als assembleelid. Deze wens heeft hij intussen al gelegd op het bord van de NDP-top. Als het aan hem ligt, wordt Polak de lijsttrekker in Kommerwijnen. Ik heb gezegd, ik wil gaan trekken voor de NDP in Kommerwijnen. Ik wil gaan trekken voor de NDP in Kommerwijnen. En mijn streven is om ook een keertje parlementariër te zijn. Dan is mijn missie volbracht. Omdat ik 3 keer voor de NPS ben gegaan. 2005, 2010 en 2005, 2010. En ik ben steeds gekandideerd op de derde plaats. No? En het is niet gelukt. Het is niet gelukt terwijl je meer stemmen hebt dan 1 en 2. Maar omdat je de kiesdelen niet haalt, ga je stemmen naar boven. Dus je brengt andere mensen binnen. En ik zeg, dit keer wil ik dat niet. Toch? Dit keer wil ik dat niet. Ik wil gaan trekken. En we gaan kijken of we die 3 zetels kunnen maken. Tot zover de scheidende districtscommissaris Remy Polak. Hij wil zich nu graag inzetten als volksvertegenwoordiger.